De Domus Dela is in de prijzen gevallen. Het gebouw heeft de publieksprijs van de branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus gewonnen. Het voormalige Augustijnenklooster aan de Ten Hagenstraat in Eindhoven is omgebouwd tot een ontmoetingsplaats. Er zitten een hotel, brasserie en twee ceremoniehuizen. Het gebouw is eigendom van de uitvaartverzekeraar Dela. Laat Eindhoven nog jaren bloeien. Dank u wel. De gemeente Eindhoven hield er aan het begin van het jaar, net voor de coronacrisis, haar nieuwjaarsreceptie.